Dat ik merk van, oh ja, zij hebben soms ook stomme ideeën. Je noemt net al gitaar spelen, piano. In wat voor stadium moeten we dat zien? Is dat echt iets? Ik kan geen enkel liedje spelen. Okay, ja, dus ik kan wel alle akkoorden, maar ik kan niks spelen. Ik heb nooit geoefend dat ik een liedje achter elkaar zo heel mooi kan spelen. Voor mij is gitaar spelen of piano, eigenlijk ben ik meer gitaar, is meer een hulpmiddel dan een... In wat voor opzicht een hulpmiddel? Nou, als ik liedjes aan het schrijven ben, dat ik dan op zoek ben naar een akkoord, dan wil ik een akkoord hebben. En weet ik natuurlijk weer niet hoe ik hem precies moet hebben. Ik kan moeilijk mijn gitarist gaan opbellen. Dus dan moet ik zelf een beetje gaan uitpluizen. Ik ben niet zover dat ik mooi kan spelen. Dat bedoel ik meer. Het is meer van, oké, nu moet ik... Ah, nee, dat klinkt niet mooi. En een F, weet je wel, dat idee. Puur als hulpmiddel. Ja, want vanavond cd-presentatie. Ja, ik neem aan dat ook wel spannend is. Of, ja, oh. Brengt dat meer spanning met zich mee dan normaal? Of, waarom? Ja. Omdat hier niet alleen fans op afkomen. Kijk, fans zijn soms... Ik wil absoluut geen slecht woordje over fans zijn, want anders heb ik ze niet meer. Maar soms dan... Kan je heel makkelijk fans tevreden stellen. Dan hoef je bij wijze van spreken bijna alleen maar op te komen dagen en mooi te zingen, zeg maar. En dan zijn ze ook al wel blij in veel gevallen. Tuurlijk ook niet allemaal. Maar nu komen er ook natuurlijk heel veel familieleden, kritische vaders. Ja, en al andere mensen die normaal gesproken niet zo snel zouden komen. Of inderdaad gewoon alleen komen bij de speciale dingen. Platenmaatschappij, mensen, allemaal mensen die allemaal met kritisch ook komen kijken. Dat is het dan, denk ik. Ja. Ja. Boze oog van... Nou, niet boze oog, maar gewoon van mensen die er heel veel verstand van hebben. Ja, die anderen niet hoor. Nee. Mensen die dagelijks te maken hebben met artiesten, dus ja. Soms ook misschien wel gaan vergelijken. En dan wil ik wel een goede show neer kunnen zetten. Oké. Okay. Ja, dankjewel. Alsjeblieft.